Hey, het is ik. Ik ben hier vandaag met niemand meer of minder dan busy. En ja, dat is mijn introotje zoals je hoort. Het is hey, het is ik. Kun je dat nog eens zeggen, alsjeblieft? Hey, het is ik. Als jullie dit nu bekijken en je weet niet waar ik ben, dan heb je echt het evenement van het jaar gemist. Wel, ik kan niet meer praten. Ik ben vandaag namelijk op Hype Event in Waregem Expo. This is my hot friend. Gang, gang, gang. Okay, dit is dus het eerste en het leukste evenement waar ik dit jaar tot op toe ben naartoe geweest. Als er nog een keer iets komt van mijn stage, moet je er zeker naartoe gaan. De Insta... Ik ga de Instagram en alles hieronder zetten, moet je mij volgen. En bij het volgende evenement maak alsjeblieft dat je erbij bent. Wie was er hier allemaal? Ronnie Flex. Check this picture, ik ben super blij. Lil Kleine, SBMH en Busy natuurlijk ook. En Busy heeft niet alleen opgetreden vandaag, die heeft nog iets te zeggen. Oké, maar. Heb je hier al iets begrepen van de mensen, wat ze tegen u zeggen? Nou, de meeste mensen die me hier spreken zijn toch denk ik wel van het personeel of zo, dus die... Die houden rekening met dat ik natuurlijk niet zo goed Vlaams spreek. Dus ja. Die zijn wel te verstaan. Maar soms helpt er wel. Ja, ik versta je wel. Maar ik versta jou gewoon, ja. Oké, super. Dus dit is wat te doen. Allee, dat is al een goede stap. Want ja, zoals jij weet, ons West-Vlaams wordt niet zo gewaardeerd. Maar ik heb dus al meerdere mensen West-Vlaams geleerd en vandaag is Busy dus aan de beurt. Ken je iets in het West-Vlaams? Wablief. Wablief? Wablief. Dat is toch. Kun je nog platter zeggen? Wablief. Zo, probeert alvast. We hebben een paar korte West-Vlaamse woordjes dat ik hem snel eventjes ga leren. Oké, je hebt dus een liedje dat ja noemt, maar wij West-Vlaanderen kunt het woordje ja vervoegen. Vervoegen. Als een werkwoord in feite. Oké, dat snap ik niet. Moet ik het je leren? Ja. Oké, dus in feite als ik zeg bijvoorbeeld, als er iemand naar mij vraagt, ga je daar naartoe? Antwoorden wij met jok. Dat wil zeggen, ja, ik ga er naartoe. Jok. Yes, I go. Nee, jok, ja. En dus bij de tweede persoon is dat dan, ga je er naartoe? Ja, ga er naartoe. Ja. Ja, ga er naartoe. Oké. De derde persoon, gaat hij er naartoe? Joi, je gaat er naartoe. Joi. Ken je ze nog alle drie de woordjes? Jak. Jok. En jak. Jok? Ja. Joi? Joi. En een joi is drie. Joi is drie, ja. Jo. Joi. Jo is oké. Oké, bij een meisje is dat dan Jos. Jos. Dus gaat er naartoe? Jos gaat er naartoe. Is niet dat... Jos gaat er naartoe? Nee. Jos, zo echt van J-O-A-S. Jos gaat er naartoe. Dat is super moeilijk. Als het dan eigenlijk in de W-vorm is, gaan we er naartoe? Jom, we gaan er naartoe. Jom, we gaan er naartoe. Gaan ze er naartoe? Jos, we gaan er naartoe. Wat? Jos. Ja, oké, maar ik... Jos, ik ga er naartoe. Oké, iets te moeilijk. Bon. Stel dat onze GPS in het West-Vlaams was en we rijden verkeerd, gaat hij bijvoorbeeld niet zo op een mooie AN-manier zeggen voor terug te keren. Is dus zeggen, kerkje weer. Hoe zou je het in de eerste manier noemen? Ja, zoals ze... Als je terug gaat rijden. Ja. Als een U-turn is dat. Ja. U-turn, oké. Kerkenweren. Ik heb diabetes en mijn suikers staan hoog. Dus ik kan me niet zo goed concentreren. Ken je dat, diabetes? Ja, ik weet wat het is. Ja? Maar ik weet niet wat je voelt nu dan. Ah nee, maar als dat hoog staat, ja, en kan me niet zo goed concentreren dan. Oh ja, dus... ik heb het nu ook hoor. Ja? Ik ben geen suiker zitten, maar ik kom ook hier slecht concentreren. Van de warmte of zo? Van de huisje. Het meest typische West-Vlaamse woord, zou je weten wat dat is of niet? Lambiek. Ik heb nooit van gehoord. Samson en Gertje. Ah, nee, een woord, een specifiek woord. Wat is het dat je Samson en Gert kent? Daar gaat ze. Een woord. Clouseau. Ik ga het proberen in het algemeen Vlaams te zeggen. Muggengeheugen. Maar ja, wij kunnen dus de G en de H niet zo goed spreken. Ja, goed zo. En als je het dan echt plat Vlaams wil zeggen, is mug. Maar wat zeg je dan? Geheugen van een mug. En wat? Een steek van een mug.
Slecht geheugen. Oh, en muggen. Ja, muggen. Muggen. Geheugen van een mug. Ja, het geheugen van een mug. Een mug. Muggen. Jullie zijn gewoon koude lui. Want je zegt eigenlijk muggeheugen, maar jullie slaan gewoon alles over. Ja, dat is veel makkelijker voor te praten. Zo. Vind je dat niet? En hoe spel je het dan? Wel gewoon met een G? Met een G, ja. Maar like, wij gaan bijvoorbeeld zeggen, goeie hond. Goeie hond. Ja, goeie hond. Wij kunnen de heen niet zo mooi spreken. Ik vind het wel indrukwekkend. Ik ben wel onder indruk van de muggen. Is dat? Klinkt echt fucked up. Klinkt als iemand die een beetje weet door te weinig adem heeft. Ja. Als je ooit binnen een maand of zo nog weet muggen, moet je het zeker een keer ergens zijn. Hey, ik ben sowieso vaak in België. Ja? Dus de volgende keer moet je me weer opzoeken en dan gaan we ze weer over en dan gaan we doornemen. Ja. Nee, ik denk ook horing. Oké, sapa. Ga je nog eentje leren? Stel dat er toch een West-Vlaming moeilijk komt doen tegen u in de toekomst. Is er maar één woord, zin, whatever, moet je op je tanden in. Moet je op je tanden letten? Moet je op je tanden in. Oh, moet je op je tanden, ja. moet je op je tanden. Kijk, hoe je zeker bedankt. Ik hoop dat ik nog weet binnen een maandje. Merci alvast, je hebt dat super goed gedaan. Wil je nog iets kwijt? Ik heb redelijk jonge kijkers. Ik weet niet of je iets hebt van, allez, ik leer ze altijd levenswijsheden of zo. Als je iets kwijt wilt. Duimpje omhoog. Niet haten. Alleen maar liefhebben. Word rijk en gelukkig. Trouw een mooie vrouw of een slechte man. Dat wil ik je nog bedanken. En mijn outro is dan natuurlijk nog. Totdat ik er weer eens zie. Ja. Mee of zonder, gewoon ja, het is hier veel te warm, we zijn al twee helemaal van elkaar, dus ja. Mercietjes, salut, doei! En hier zit ik dan, ongeveer iets van 10 dagen verder. Ik vond nog altijd echt het beste feestje van het jaar. Het jaar is nog maar begonnen, maar oké. Ze zullen wel nog feestjes doen, dus maak dat je er de volgende keer zeker bij zit. Ik wil bij band, whatever. Stream zijn nieuwe album van Busy. Het is net uitgekomen. Ik heb expres nog gewacht voor de video online te zetten totdat het album uit is gekomen. Het album heet November. Zijn nieuwe liedjes staan ook online. Beluister het zoveel alsof dat je kunt. Enkel liefde naar Busy. Dank u wel voor dat te doen. En het hoort die mensen. Als die nog een keer in België is, gaan we kijken als die er nog iets van weet. Gaan jullie mij dat helpen onthouden? Ook dikke merci aan Hype Event, al de mensen die geholpen hebben. Ook dank u wel aan Ronnie Flex voor zo vriendelijk te zijn. Ronnie wou ook nog meedoen met de West-Vlaams video. Ik had hem gevraagd, maar helaas, nadien is dat dan toch niet meer gelukt. Omdat, ja, mensen hebben nog altijd een tijdplanning. Maar ik beloof jullie dat er ook ooit nog aankomt. Wanneer ga ik niet zeggen, wat komt er nog aan? Dat kan ik jullie wel al zeggen. Vond je het een leuke video? Moet ik dat meer doen? Laat het zeker weten. Ik heb al vaker mensen West-Vlaams geleerd. Als jullie dat leuk vinden, wil ik dat zeker nog doen. Moet maar ideetjes geven wie dat een keer West-Vlaams moet leren. Laat alles hieronder weten. Stuur het mij op. Merci voor het kijken. Vond je het een toffe video? Ja, je vond het een toffe video. Ga je een blauw duimpje geven? Ja, je gaat een blauw duimpje geven. Ga je de nieuwe CD van Busy stream? Ja, je gaat de nieuwe CD van Busy stream. Totdat ik er weer zie. Met of zonder een te hoge suiker of een beetje te veel hash. Doei! We'll be right back.